Hurley, de hekkensluiter in de hoofdklasse, ontvangt de koploper Bloemendaal. Dit is na een kwartier spelen de backhand van Florian Fuchs, de Duitse international. Hij scoort de 1-0 voor Bloemendaal. Hurley nog geen wedstrijd gewonnen dit seizoen, terwijl Bloemendaal slechts één wedstrijd verloor en wel van Pinoquet. Vlak voor rust krijgt Bloemendaal een strafcorner. Het is Tim Zwaan met de sleeppush. Hij scoort de 2-0 voor Bloemendaal. Het is zijn 10e treffer dit seizoen van de strafcornerspecialist van Bloemendaal, Tim Zwaan. Dat is ook de ruststand in Amstelveen. Dit is een beeld uit de tweede helft. Het is Jalmar Voskuil. Ook hij kan scoren uit de strafcorner met de backhand. Het is Thierry Brinkman nog op de lijn. Die probeert die bal te stoppen. Maar uiteindelijk gaat de bal via zijn stick erin en is het 1-2. Maar een minuut later is het aan de andere kant diezelfde Thierry Brinkman die de 1-3 scoort. Na die voorzet van Jorrit Kroon tikt hij de bal achter doelman Christophe Combe. Hier nog een keer die voorzet van Kroon en de intikker van Brinkman. Zijn 13e van het seizoen. Weer een minuut later wordt het 1-4. Want uiteindelijk komt de bal terecht bij Yannick van der Drift. Die draait goed weg en schiet de bal heel hard onhoudbaar achter Combe. En scoort dus de 1-4 voor Bloemendaal. Hier nog een keer dat moment. Zijn 4e treffer van dit seizoen. En dan het mooiste doelpunt van de wedstrijd komt van Jorrit Kroon. Met een onhoudbare backhand uithaal passeert hij doelman Combe. Schiet de bal in het zijnet. Geweldige goal van Jorrit Kroon, de international van Bloemendaal. En is het 1-5. En vlak voor tijd wordt de eindstand 1-6, want het is Tom Hiependaal die deze rebound van de strafcorner benut. Het is zijn eerste treffer van het seizoen. Maar Bloemendaal wint heel makkelijk van hekkensluiter 6-1 en blijft uiteraard koploper in de hoofdklasse. Kampong probeert de nare nasmaak aan een verloren topper tegen Bloemendaal weg te spoelen thuis tegen Den Bosch. En de start mag er zijn. Dirk de Vilder na een krap kwartier spelen. Nut hij de rebound van die corner van Jansen. De sleep van de specialist en dan voor de stick van aangever de Vilder. Die Flip Wijsman klopt in het doel van Den Bosch. En Den Bosch bood aardig weerstand deze mooie zonnige middag aan de klapperboom. Want hier is Wodderspoon. Vlak na de 1-0 de 1-1. Want de Australische spits dit van dichtbij kundig afrond. Den Bosch 8e. Samen met Rotterdam in de middenmoot. Een beetje voor spek en bonen seizoen. Voor de ploeg van Verboom. Maar weerstand bieden ze wel vandaag aan Kampong. Die de sleep van Jansen en weer goed gepakt. Door Wijsman. Het is dus spannend in Utrecht. Waar het veld droog wordt. En Den Bosch nog een late corner krijgt. Heel Kampong vraagt zich af waarom. Kampong weer met David Hart en Robert Kemperman. Sander de Wijn ontbreekt nog bij de ploeg van Oldmans. En ze moeten dus nog even binnenknijpen in die slotfase. Den Bosch vlak voor tijd deze corner krijgt. De sleep gekeerd door Hart, maar dan de nastoot. Bal blijft hangen en daar is Van der Horst. De aangever van Den Bosch. En hij brengt zijn ploeg in vuur en vlam. Den Bosch wint vlak voor tijd met 2-1 bij Kampong. Dat is dure punten verspeeld. En voor de tweede keer op rij verliefd. Rotterdam in het wit op eigen veld tegen SCAC. Dit is de 5e minuut van de wedstrijd. De geboren Argentijn Joaquin Menini scoort de 1-0 voor Rotterdam. Hij speelde met Spanje afgelopen zaterdag de Interland in de Pro League tegen Duitsland. Joaquin Menini. 2 minuten later is het diezelfde Menini die helemaal vrij voor Oudekerker komt en de 2-0 scoort. Binnen een paar minuten scoort hij dus 2 maal, deze Menini. Ruststand 2-0 in Rotterdam. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Strafcorner van SCAC gaat naast het doel van Dirk Meijer. Hier nog een keer die push. Vlak naast het doel van Meijer. Blijft 2-0 voor Rotterdam. Maar de aansluitingstreffer van SCAC komt er. Dit is een aanval over de achterlijn van SCAC. Uiteindelijk is het Jochem Bakker die probeert redding te brengen achter Dirk Meijer op de doellijn. Maar het is Bram Weers van SCAC die het beslissende tikje geeft. En zo SCAC op 2-1 brengt. Aansluitingstreffer dus door Weers, zijn 6e van het seizoen. 6 minuten later, strafcorner voor Rotterdam. De push van Tristan Algra die gaat erin. Hij scoort zijn 2e van het seizoen met deze strafcorner. Dat Jeroen Hertzberger even op de bank zat. Tristan Algra brengt de stand op 3-1.
Dan wederom een strafcorner voor SCSC. Wordt niet goed gestopt. Buiten de cirkel ingebracht voor de tip-in. Maar die wordt gemist. Zo mist SCSC de kans op de 3-2 met deze tip-in. En dan vlak voor tijd krijgt Rotterdam weer een strafcorner. En nu in de ploeg wederom Jeroen Hertzberger. Hier nog een keer dat moment dat de strafcorner gegeven wordt. Hertzberger achter de bal. Poest in eerste instantie tegen doelman Oudekerk op. En de rebound wordt daar onderschept door Menno Boeren. En die scoort de 4-1 in de slotfase. En dat is daarmee ook gelijk de eindstand. Want na 4 remises op rij wint Rotterdam eindelijk weer eens een wedstrijd in de hoofdklasse. De kraker op de Roggewoning tussen HGC en Amsterdam. Twee ploegen die strijden om een plek in de play-offs. HGC krijgt kansen in de eerste minuten. Deze bijvoorbeeld van Forsyth. Tanaka heeft dan al een grote kans gemist. En deze mag er ook zijn hoor. Van de Schot. HGC in de beginfase veruit het gevaarlijkst. Want hier is Bolto. Nog steeds in die eerste helft. Kans op kans krijgt de ploeg van Paul van As. Maar scoren Homar. HGC won het heenduel met 4-2. Toen 2 goals van Gordon Johnson. Die mag het vandaag ook proberen. Maar prima gepareerd door Romein. Johnson mocht 2 keer aanleggen in de eerste helft. Allebei zonder succes. En daardoor geen doelpunten in de eerste helft bij HGC Amsterdam. Na rust, Pruiser. En dan zit aan de overkant wel raak. Mirko Pruiser. Met een doffe klap voor HGC in het doel. Bij Sam van der Ven. 1-0 na 44 minuten. Vlak daarna. Forsyth op de achterlijn. Die geeft hem maar voor. Probeert maar eens wat. En daar valt hij tegen een stik. Ja, Bolto claimt hem. Maar de teleurstelling is ook groot voor Dawson. HGC wat gelukkig dus op gelijke hoogte. Al hadden ze dat doelpunt absoluut verdiend op basis van de eerste helft. Amsterdam grijpt de controle in het laatste kwart. Mitten met een prima uithaal. Het schot is hard en te hard voor Sam van der Ven om er iets aan te doen. De topscorer van Amsterdam zijn 12e alweer van dit seizoen. Australiër. HGC is dan van slag, want dit een paar minuten later. Waanzinnige goal van Valentijn Chabon, die bal hier het dak in jaagt. Prachtige voorrend van de spits, die Amsterdam op een 3-1 voorsprong schiet. En daar blijft het ook bij. Amsterdam pakt dure punten in Wassenaar. Pinoquet in het blauw ontvangt op eigen veld Klein Zwitserland. Dit is de 2e minuut van de wedstrijd. Een paas van Texas Buckens naar zijn broer Miles Buckens. En die scoort de 1-0 al na 2 minuten. Goeie tip in van Miles Buckens. Hij passeert doelman Koenen Schaper. Dan het antwoord van Klein Zwitserland na een kwartier spelen. De voorzet is van Marco Miltkau, de Duitser. En de tip in is daar van Tim Brandt. Die heel attent reageert op dat foutje van Alexander Hendricks. 1-1 dus na een kwartier spelen. Dan weer Pinoquet aan de rechterkant. Bal wordt onderschept. Wordt voorgegeven. En uiteindelijk is het Sebastian Dokier, de Belg, die Koenen Schaper passeert. En voor de 2-1 voorsprong voor Pinoquet zorgt. Hier dat doelpunt van Sebastian Dokier. Dan Klein Zwitserland. Het is allemaal vlak voor rust. Corner wordt niet goed gestopt. Uiteindelijk is het hier Aki Kepler die bal binnenbrengt. Het is een soort scrimmage. Uiteindelijk komt de bal terecht bij Nico Kienen, de Argentijn. En met een listig backhandje passeert hij doelman Hiddebrink. En brengt de gelijkmaker voor Klein Zwitserland op het scorebord daar in Amstelveen. Hier nog een keer die actie. De paas en het afmaken van Nico Kienen. Pinoquet, de nummer 3 van de ranglijst, neemt het dus op tegen Klein Zwitserland. De nummer 7 van de ranglijst. Hier nog een corner vlak voor rust. De push van Kepler wordt daar prima gestopt door de verdedigers van Pinoquet. Het is doelman Hiddebrink samen met Morris de Vilder daar op de lijn. Dan dit moment de inzet van de Vilder in de cirkel. Heel Pinoquet appelleert voor een doelpunt, maar wordt niet aangeraakt door een aanvaller van Pinoquet binnen de cirkel. Doelpunt telt dus niet. En vlak voor rust dit moment, het is Matthew Swan, de Australiër, die Dennis Warmer dan verdedigt. Hij glijdt daarbij uit en daar blesseert hij zijn hamstring bij. En zal voorlopig even uitgeschakeld zijn, Matthew Swan. Aderlating voor Klein Zwitserland. Dit zijn beelden uit de tweede helft. De strafcorner voor Pinoquet. Hendrik zit op de bank, dus Luca Wolf neemt de honneur zwaar. Maar hij mist de bal half en de rebound wordt gemist door de Vilder. Hij schiet zijn backhand naast het doel van Koenen Schaper.
Dan weer een aanval van Klein-Zwitserland. En de kans voor Camille Papa. Oud Pinoquet-speler, maar hij tikt de bal over het doel van Hiddenbrink. De kans natuurlijk op de 3-2 voor Klein-Zwitserland. Dat in de competitie de afgelopen 3 wedstrijden verloor. Hier Albert Bertrand, de Spanjaard, tikt de bal op de paal tot zijn ontzetting. Vlak voor het doel van Hiddenbrink tikt hij de bal op de paal en verzuimt zo de 3-2 te scoren. Maar die komt er toch. Want dit is een strafcorner van Aki Kepler, de Amerikaan. Hij scoort zijn 11e van het seizoen. Foutje van Hiddenbrink, want die had die bal natuurlijk moeten hebben. Gaat door de benen van de keeper van Pinoquet. Dan lijkt het dat Klein-Zwitserland die wedstrijd gaat winnen. Maar vlak voor tijd is het Alexander Hendricks, de Belg, die de gelijkmaker scoort voor Pinoquet. Zijn 20e van het seizoen en daarmee is hij nog steeds topscorer in de hoofdklasse. Pinoquet Klein-Zwitserland eindigt onbeslist. De Brabantse derby tussen Tilburg en Oranje-Rood. Begin van de wedstrijd, deze inleverbal van Tilburg. Dan gaat Briels er vandoor, krijgt de bal mee uiteindelijk. Eems, en die ziet daar dat Laurens Halfman vrij staat, de Duitser. En die haalt keurig uit met zijn backhand. 11 minuten, 1-0 voorsprong, Oranje-Rood. Slecht begin dus van Tilburg, de nummer 10. Kan de play-outs amper meer ontlopen. En al 5 keer op rij niet gewonnen. Vandaag is een lastige klus tegen Oranje-Rood. Maar vorig jaar lukte Tilburg wel, toen werd het 4-3. Voor de Brabanders de ploeg van Sjoerd Marijnen, die toen overigens nog geen trainer was. Dat was Jeroen Delmee, die nu bondscoach is van de Oranjemannen. Opnieuw Oranje-Rood in de aanval in die eerste helft. Oranje-Rood uit de top 4 gekukeld. Dure nederlaag geleden vorig weekend tegen Amsterdam. In deze corner die helemaal verkeerd wordt aangegeven van Merrien Boer, de specialist, kan dan nog flatsen. En had er nog bijna geluk ook. Moet het helemaal alleen doen. En uiteindelijk gekeerd door de defensie van Tilburg. Dit schot, ook knap gepakt door Van Berkel. De inzet was mooi van Baart. Kort schot, maar de redding is uitstekend hier van Berkel. Die zijn ploeg op de been houdt in die eerste helft, waarin het maar 1-0 is voor Oranje-Rood. Na rust een intikkertje van Phil Roper. Een cadeautje namelijk voor de Engelsman. Hier de inzet van Van Aert. Die gaat op de paal en dan hoeft Roper heel erg weinig te doen om de 2-0 op zijn naam te schrijven. Na 51 minuten gebeurt dat. Spanning is dan al weg als Van Aert alsnog zijn goaltje krijgt. Vlak na de 2-0 ook de 3-0 voor Oranje-Rood. Wisselvallig voor de dag komt in die tweede seizoenshelft. Gelijk tegen Stichtse. Verloren dus van Amsterdam en winst op KZ. En vandaag gaan ze ook 3 punten pakken. De laatste kans voor de wedstrijd is voor Tilburg. Hier is het Canciarelli die aan de bal komt. En de redding is met enig fortuin van Pirmin Blaak. Die hier de 0 gaat houden. Want Oranje-Rood wint met 3-0 uit bij Tilburg. En doet goede zaken in de strijd om de play-offs.